bitches, they come, they go. Saturday through Sunday, Monday, Monday through Sunday, yo. Maybe I'll love you one day, maybe we'll someday grow. Till then, just sit your drunk ass on that fucking runway, ho. I do know one thing, no. Bitches, they come, they go. Saturday through Sunday, Monday, Monday through Sunday, yo. I do know one thing, no. Bitches, they come, they go. Saturday through Sunday, Monday, Monday through Sunday, yo. What the big deal is anyway. I do know one thing, no. Bitches, they come and go. Saturday through Sunday, Monday, Monday through Sunday, yo. Maybe I'll love you one day, maybe we'll someday grow. So then just sit your drunk ass on that fucking runway, ho. Beste mensen, in ieder geval weer een nieuw gloednieuwe video. Nou ja, het is hallo. Maar hij zit een beetje niet echt goed, maar oké, vooruit dan. Hoe moet ik het zeggen? Gisteren is mijn oom helaas overleden. Vanwege dat hij een hersenbloeding heeft gehad. En ja, misschien komt het nu wel even heel letterlijk kort door de bocht heen. Maar mijn oom is helaas overleden. Ik ben nog niet helemaal een beetje overheen. Aankomende zaterdag moeten wij naar Groningen toe voor de begrafenis. Ja, crematie in principe. Dus dat wou ik eventjes aan jullie mededelen. Nou ja, wat gaan we nou weer in die tussentijd doen? Nou ja, ik... ik ben niet echt helemaal weer lekker bij. Maar ik probeer wel zo snel mogelijk weer tal van nieuwe video's te maken. Waaronder ook, ben ik nou ook een beetje wat nieuws aan het proberen. Ik heb gisteren nog natuurlijk geprobeerd om, als ik een keer weg ben. Of over de snelweg of maar om mijn weg gewoon ergens naartoe of zo. Heb ik geprobeerd zeg maar aan de zijkant van mijn raam te kunnen filmen. Geef daar op een blauw duimpje, een blauwe like erbij natuurlijk. Want als dat goed is, dan doe ik dat vaker natuurlijk. Verder heb ik nog niet echt veel te melden. Ja, het is dat gebeurt in principe. Ik weet het allemaal nog niet eens meer. Mijn punt was een beetje ingestort. Laten we daarop houden. Het is toch al wel weer iets heftigs wat te gebeuren is. Maar ja, ik ben blij dat heel veel vrienden van mij ook natuurlijk steunen in principe. Dus daar ben ik al super blij mee. Zoals mijn katten, die steunen mij ook wel eens. Ja, hij steunt mij ook wel eens. Het is wel even iets heftig, maar ik moet aan de kant niet te veel over nadenken, want de tijd gaat ook gewoon door. Nou ja, je ziet het. Alles staat weer aan, natuurlijk. Ik ben weer lekker druk bezig, laten we het daarop houden. Om weer toffe dingetjes te kunnen regelen. Het 22e ga ik vrij lange rit voor de boeg. Want dan ben ik om 12 uur. Moet ik vertrekken. En dan moet ik helemaal naar richting Brussel toe. Dus ben ik ook echt... super benieuwd hoe, want ik moet om 2:30 s'nachts moet ik daar zo zijn. Jippie! Maar ja, daarna mag ik weer gelijk naar huis, dus dan ben ik om weer 6:00 ochtends thuis. Maar dan kan ik wel weer lekkere mooie toffe video's maken in die tussentijd dat ik aan het filmen ben, natuurlijk. Dus ik ben ook super benieuwd hoe dat ook gaat worden. In ieder geval 22 februari. Op de terugweg, dus
Dan houden we, dus zeg maar, laten we het op, dan ophouden. 23 februari komen we weer een toffe upload. Want dan ben ik natuurlijk in Brussel geweest. Dus daarvan gaan jullie ook een filmpje van zien. In principe. Dus voor 23 februari ga ik ook nog even niet filmen. Misschien wel, maar misschien ook niet. Trouwens, ik ga het ook waarschijnlijk morgen een prank uithalen met... Ja, ik zou zeggen, sorry Charlotte, maar jij bent dit keer de lul. Het is Sjaak in principe. Want je bent toch, ik zou toch zeggen van, je bent een super begeleider in principe. Maar voor deze keer hoor je weer ook geprankt. Net als bij Mark. Dus alsjeblieft, Charlotte, dus wees morgen niet boos op mij. Want dat zou ik alvast zeggen. Excuses hiervoor deze prank alvast. Dus ik weet ook nog niet wat ik in gedachten heb, jongens. Maar hij wordt weer super leuk. Dus hou dus ook gelijk rekening mee voor morgen. Dus ik zou ook zeggen tot morgen dan. Tot morgen een gloednieuwe video. Ik zou zeggen doe een like, abonneer op dit kanaal. En ik zou zeggen tot later. Tot de volgende video. Tot dan.